Discriminatie is dominanter dan ooit aanwezig op de werkvloer. Vooral in het geval van een ontslag kan dit voor een onaangename discussie zorgen. HR-managers worden er steeds vaker mee geconfronteerd. Reden te meer voor HR-experte Sandra van Dorpen om een bezoek te brengen aan meester Philip Tieleman in Antwerpen. Meester Tieleman, hartelijk welkom. Vandaag is het thema discriminatie, een thema dat eigenlijk alsmaar dominanter wordt op de werkvloer. Laat het ons eerst hebben over de wetgeving ter zake. Die is eigenlijk goed bedoeld. Ja, die heeft de onmiskenbare verdiensten van die problematiek te belichten, waardoor de facto de discriminatie op de werkvloer vermindert. Ik begrijp dat er bepaalde vormen zijn van discriminatie. Men maakt het onderscheid tussen enerzijds directe discriminatie. Het zijn 19 gronden die u niet als criterium mag gebruiken. Bijvoorbeeld leeftijd, ras, dat zijn evidenties. Ja. Het gevaarlijke, de honey trap in feite, dat is de indirecte discriminatie. U maakt als werkgever een bepaald onderscheid, zonder in feite het te beseffen. U bedoelt het goed, maar het resultaat is wel een discriminatie. Waar loopt het dan eigenlijk fout? Voorbeeld, een bedrijf gaat uit traditie haar vacatures alleen maar intern posten. Met het idee van medewerknemers kunnen in hun eigen kring nieuwe mensen aantrekken. Men gaat zeggen, kijk, dat is in wezen een indirecte discriminatie, want op die manier gaat u mensen die een beperkt sociaal netwerk hebben, bijvoorbeeld allochtonen, gaat u dit indirect discrimineren. Dat is iets waar je op eerste zicht totaal niet bij stilstaat. Wat doen werkgevers verkeerd? Een werkgever moet beseffen dat hij in wezen elke beslissing moet kunnen motiveren. Of bijvoorbeeld ook goede evaluaties te hebben. Als u het niet kan bewijzen dat er een probleem was, dan is de conclusie, u hebt in wezen gediscrimineerd. En misschien een directe vraag naar u toe. Wat is jouw grootste frustratie betreffende die wetgeving of het misbruik ervan? Ik merk op het terrein dat de ware inzet van een procedure rond discriminatie door een werknemer niet is het doen stoppen van een bepaalde discriminatie, maar dat de enige incentive heel vaak is die 6 maanden beschermingsvergoeding kunnen binnenrijven. Dat kan niet de bedoeling van die wetgeving zijn. Hartelijk dank. Ik heb heel veel bijgeleerd. Ik onthoud vooral dat het thema heel actueel is en dat het misschien wel een beetje onderschat wordt door vele werkgevers of hun HR-afdelingen. Hartelijk dank.